Hey, leuk dat je kijkt. Het is een hele spannende dag vandaag. Hele spannende dag. Want vandaag is de eerste verkiezingsvlog. Verkiezingsvlog, zou je denken? Jongen, jongens, is Rutte 3 nu al gevallen? Nou, het valt mee. Dit gaat over de raadsverkiezingen. Vanavond gaat de ChristenUnie Zwolle, of de leden ervan, die gaan denken wie op die kieslijst gaat staan. Heel speciaal vind ik toch dat we dit allemaal te zien krijgen. Als je kandidaat wil worden, politicus, heb je 4 momenten, belangrijke momenten. Het eerste moment is dat gesprek met de selectiecommissie en de keuze van de selectie. Het tweede is het bestuur en wat het bestuur graag wil. Het derde, en dat is vanavond, dat de leden zeggen joepie. En dan het vierde moment, en dat vergeet iedereen, maar dat is het moment dat de lijsten worden ingeleverd bij bureauverkiezingen. En dan kan het niet meer anders. Dan hebben de zoldenaren het voor te zeggen wie het wordt. Ja, dan kunnen we niet meer terug. Dan kun je niet meer terug. Nee. Ja, Wietse, ja. Wij staan op de lijst. Ja, ja, klopt, ja. Mooi duo. Absoluut. Precies. We gaan die zoveel mogelijk ondersteunen natuurlijk. Zeker. Ja, wij zijn haar hulpjes eigenlijk. Absoluut. Nou, mijn wens voor Zwolle is dat we eigenlijk de stad zoals we die zijn, een mooie stad, waar mensen tot hun recht komen als ze samenleven en ook een plezier maken en waar de ruimte is om gewoon jezelf te kunnen zijn, dat we dat blijven. En... Eerste wijntje. Ja. Proost. Joost. Joost is er ook bij. Joost. Een goede afloop. Ja. Goede afloop. Deze man gaat ons trouwens minimaal 8 zetels bezorgen. En dat is een belofte. Ja. Ja. En anders? Wat anders eigenlijk? Dan ga ik de gracht in. Ja. Oh. Kunnen wij niet een soort trio, campagne, vlog? Ja. Dan gaan we vloggen over de avontuur van. Gerdien. Ja. Als lijsttrekker, nu op de foto. Ja, dit is de eerste campagneactiviteit. Ja. Ja, we staan hier met Gerdien, onze lijsttrekker. En vanavond hebben wij leden ingestemd met de lijst, met jouw team. Precies. Ja, wat vind je ervan? Team. Ik vind het een heel mooi team. We hebben echt een prachtig mooi team van mensen die ontzettend betrokken zijn op de stad. Hartstikke mooi team. Ja, gelukkig. En zijn ze ook een beetje gezellig? Politiek is altijd heel veel praten en discussiëren, maar politiek is ook gewoon ontzettend leuk. Hoi. Hoi, ik ben Judith. Hi. En jullie zitten ook op de lijst. Ja. Maar waarom zou je dat willen? Waarom zou ik überhaupt op zo'n lijst willen staan? Ja. 2 jaar geleden een beetje verliefd geworden op deze stad. En toen ben ik toe aan de volgende stap in die relatie. De volgende stap? Ja, en ja, denk ja. Je dat Zwolle er ook naartoe is? Dat is, ja, ik hoop het. Ja. Kijk, dit zijn 2 kandidaten. Ja. Jacob. En Rut. Hey. Rut. En ben ik eigenlijk benieuwd, wat is jullie wens voor Zwolle? Oh, nou, ik laat je de vraag stellen, Ruben. Mijn wens voor Zwolle is dat we in ieder geval houden wat we hebben. Ik ben ontzettend trots op deze stad. Het is een stad waar ik goed woon. Dus ik woon bijna 30 jaar. En ik geniet er elke dag. Yes. Gaaf. Dus, houden wat we hebben. Eerst houden wat we hebben. Ja, ja en doorontwikkelen. Want we zijn zo ontzettend mooi bezig geweest de afgelopen jaren. En dan kan elke Zwollenaar die kan dat ook ervaren als hij of zij door de stad wandelt, loopt of rijdt. En vele generaties na ons met net zoveel plezier in Zwolle zullen wonen als wij. Precies, onze erfenis gaat nog eeuwen door. Yes. Yes, daar zijn we weer. Een paar uur later, bijna middernacht. Het is een lange avond geworden. Na een paar moeilijke vragen vonden de leden toch een goed idee. Ben je nou benieuwd wie die mensen allemaal zijn? Check yes. Deze link dan eventjes. En je komt er helemaal achter. Dit was de eerste verkiezingsvlog. We gaan nu eventjes in winterslaap. Maar zodra het feest echt losbarst, dan zijn we meteen weer bij je terug. Met een paar hele vette vlogs. Dus haal ons in de gaten en we spreken je snel. Heel speciaal vind ik toch dat we dit allemaal te zien krijgen.